Goedemorgen lieverds, wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Ik zit op het moment in de trein zoals jullie kunnen zien en ik ben onderweg naar Amsterdam. Want het is dit weekend Amsterdam Fashion Week. Echt heel erg leuk. Vandaag is zaterdag, gisteren is de Fashion Week begonnen en ik wilde er toen ook al heel graag heen gaan. Maar goed, ik moest gewoon werken. Gelukkig ben ik vandaag vrij en ga ik met Flo naar Amsterdam. We gaan er gewoon een gezellig dagje van maken. Lekker shoppen, lekker lunchen. En daarna gaan we dan naar de fashion show van Given. Daar ben ik voor uitgenodigd, dus daar heb ik wel heel erg veel zin in. Ik heb met Flo afgesproken op station Eindhoven, dus daar ben ik bijna en dan zie ik haar. Maar goed, ik heb mijn camera er al even bij gepakt, want ik zit hier toch lonely in de trein. Dus ik dacht, kan ik heel even met jullie kletsen. Ik heb nu trouwens een andere camera, kan ik mezelf eindelijk weer zien. Ik heb nu dus heel eventjes een leencamera, want mijne was stuk. Dat klepje deed het niet meer, dus die heb ik nu opgestuurd. En ik hoop dat het snel gemaakt kan worden, maar het kon wel een paar weken duren. Deze leencamera mag ik 3 weken lenen, dus ik hoop dat ik het red, want ik kan mijn camera gewoon echt niet missen. En ik moet jullie trouwens nog iets vertellen. Gisteren kreeg ik mijn allereerste boete in de bus. Echt zo hot. Geen hele hoge boete hoor. Het was 70 euro, maar toch. Echt zonde van je geld. En dat stond op in Nijmegen. En Dennis en ik waren een weekendje weg geweest in Nijmegen. En ik had heen weggereden en Dennis had er terug weggereden. En ik zei tegen Dennis, oh ja, een boete. Ik zei, jij hebt zeker gereden. Maar toen keek ik naar de datum, oh nee, ik had zelf gereden. Maar goed, ik rijd bijna nooit te snel. Ja. Nee, dat is wel een boete. Het kan iedereen wel eens gebeuren natuurlijk. Mijn lipstick die ik op heb, die is van Smith & Cult. Die vind ik heel mooi. Een beetje naar de rode kant. Ik heb meestal de roze tintjes, maar deze is ook echt super mooi. Wat vinden jullie? En ja, ik zal mijn outfitje zo meteen wel even laten zien, want dat gaat zo niet. Ik heb mijn jas weer aan van Josh V. En ik heb hier nog wat spulletjes bij mijn tas. En ik heb voor Floor nog iets leuks meegenomen, dus dat ga ik zo meteen ook aan haar geven. Dat vind ik wel heel erg leuk, want ik krijg voor mijn blog natuurlijk heel veel spullen. En ik doe best wel vaak winacties voor jullie. En ik vind het dan ook gewoon heel erg leuk om mijn vriendinnen soms blij mee te maken. Die zijn er dan altijd super blij mee, dus dat is echt heel erg tof. Wat wilde ik jullie nog vertellen? Niet meer zoveel. Oh ja, ik wil heel erg graag bij de Corner Bakery gaan eten. Ik zag dat bij zoveel bloggers. Ziet er echt super lekker uit. Dan wil ik mijn telefoon erbij pakken. Ik heb trouwens ook nieuwe telefoonhoesjes besteld en een auto-oplader. Die mis ik echt. Ik heb geen auto-oplader, zo irritant. Even zoeken. Ik zit er over mijn internet heen. Ik heb een nieuw abonnement. Ik heb ook deze nieuwe iPhone 7 en daar heb ik een nieuw abonnement bij. Maar dat gaat wel pas vanaf maart in. Echt zo vervelend. Moet ik nog steeds wachten. Kijk, dit is de Instagram van de Corner Bakery. Ziet er allemaal zo lekker uit. Ze hebben er echt hele lekkere donuts en milkshakes en lekkere dingetjes. Dus daar heb ik echt heel veel zin in. Dan maak ik altijd bij de 3 graafjes. Maar ik vind het ook wel heel erg leuk om een keertje wat anders uit te proberen. Lekker. We zijn nu in Amsterdam met Floor. Het is een beetje koud en een beetje fris en haren waaien alle kanten op. Waait alle kanten op. We zijn op zoek naar een bushalte. En dat gaat altijd heel erg goed met ons twee. Want wij zijn alle twee heel slecht in de weg. Oké, wij zitten nu in de bus. Tot nu toe gaat alles goed met onze route. Ik moest jou dachten toen we in Londen waren. Oh. Toen was het helemaal erg. Toen raakten wij rondjes. Continu de weg kwijt. Echt een drama met ons twee. En nu gaat het goed. We hebben echt lekker zin in pannenkoekjes en andere lekkere dingetjes. Daarna gaan we misschien nog heel even winkelen. En dan even wat fotootjes maken. Ik heb ook nog even een tasje meegenomen met wat kleding die ik had gekregen van Lofty Manor. Dus wilde ik ook nog heel even wat foto's mee maken. En daarna is het tijd voor de fashion show. Ik ben heel erg benieuwd. Oké, we waren net als bij de foute bushalte uitgestapt volgens mij. Ging niet helemaal goed, maar maar nu gaat het wel goed. We weten de route, nog maar een stukje lopen. Net eventjes wat fotootjes gemaakt. Ja. Oh, dat ding volgen is altijd zo lastig. Floor heeft nou die navigatie op haar telefoon. Het is altijd helemaal fout. Daar is ook leuk. Ja, is mooi. Met die grijze. Je hebt wel veel planten. Hier in Amsterdam is het zo leuk om foto's te maken met al die gevels. Dat heb je bij ons echt niet. Ik wilde jullie nog heel even snel laten zien wat ik aan had. Ik heb mijn blouseje aan van, weet ik even niet, gewoon een simpel lichtroze blouseje. En daaronder heb ik een nieuw jasje aan van Lofty Manor. Dat vind ik echt zo leuk. Het is een bomberjack, zwart, met allemaal van die geborduurde bloemen erop, zeg maar. Daaronder heb ik een zwart rokje aan van Lofty Manor. Een stippeltjespanty van Hunkemuller. En mijn laarzen van Sasha Shoes. Dat is de look. Maar ik denk dat ik me dadelijk voor de fashion show nog wel heel even ga omkleden. Het is gewoon even van nu leuk. En ik heb daar echt? Ja, echt. Oh. Ik heb daar een pantabroekje bij. Oh, ja, en ook een leuk. Top met wijde mouwen zwart. Okay, van nice. Lovis. Ben dus doe ik die even aan. Maar ik wilde eigenlijk nog even een nieuwe panty kopen.
Want ik scheur altijd uit mijn panties. Oh. Ja, echt. Zo irritant. Zo, maar deze ga je te klaar nou, of niet? Dat weet ik nog niet. Die is best wel druk bij dat panty broekje. Ja. Moet nog heel even kijken. Ik vind hem wel heel erg leuk, maar ik weet niet of het te druk is. We zitten bij de Conrad-winkel. Het was best wel lang wachten, want het is echt heel erg druk. Lange rij, lange wachttijd. Maar ja, we zijn natuurlijk ook op een zaterdag. En we hebben net eens eten gekregen. Het is echt zo lekker, kijk. Ik ga jullie zo lekker laten zien. Maar ik heb sowieso al deze milk zin gezet. Echt mega lekker. Ga bij met een klikker. En je hebt vanille. Is dit lekker? Zo, dit hebben we besteld. Lekker red velvet cake. En pannenkoekjes met fruit. Echt heerlijk. Smakelijk. Wij hebben net gegeten bij de Corner Bakery en we zijn echt misselijk. Oh. We hebben zoveel besteld, echt te veel. Wel lekker. Ja, heel lekker. Maar toen we daarheen gingen, waren onze ogen groter dan onze maag. En wij dachten, dit willen we, dat willen we. We bestelden alles weer tegelijk, ook echt hè. Ja, te veel. Te veel. Maar het was wel heel lekker. We hebben de red velvet cake nog mee naar huis genomen. Dat is wel heel fijn, kun je gewoon laten inpakken. Dus misschien dat we die straks nog op willen eten. En ik heb me heel eventjes omgekleed. Ik heb een topje aan van Lovies. Broekje van Zara. Panterbroekje. Dus dat doe ik nu aan naar de fashion show. Altijd lopen en praten buiten adem. En ik liep net weg bij de Golden Bakery. Vergeet ik gewoon mijn telefoon. Zo dom. Echt. Kan ook alleen bij mij gebeuren. Ik liep weg. Ook, ja, jou zou het ook kunnen gebeuren. Want Floor die denkt er dan ook niet even aan van. Oh ja, Lieke's telefoon ligt er nog aan de oplader. Ik had hem even aan de oplader gedaan. Want hij was bijna leeg. Ik had er gewoon daar achter je bar, zeg maar. Toen kwam de jongen naar buiten gerend. Je telefoon ligt nog hier. Ik dacht, oh gelukkig dat hij het nog zei. Maar goed, anders kom je er meestal wel best wel snel achter, ja, hè, bij zijn telefoon. Nu zijn we op zoek naar een bushalte en dan gaan we op naar de Fashion Week. Ik heb er zin in. Wij zijn nu binnen en ik heb wel even wat spaarrood besteld, want ik echt zo'n dorst. Lang reisje nog.
dus helemaal niet gekeken hoe laat we de trein moesten hebben. En nu is het echt onhandig, want de treinen gaan gewoon nog maar om het uur. Hashtag wonen in een dorp. Dat is zo vervelend. Ja, maar wel, ja. Hier in Amsterdam is het echt goed natuurlijk. Maar we zijn heel even gaan eten bij New York Pizza. En we hebben dit lekker besteld, alle twee pizzapunten. En ik heb lekker Fanta en Florida Cola en pizza pepperoni. En dit is eigenlijk met van alles wat. Vind ik ook altijd heel erg lekker. Maar ik zie dan de rode ui op zich. Dus dan wordt even afwisselen, want ik denk niet. Maar de rest vind ik altijd allemaal lekker met champignonnetjes en paprika. Ik ga even lekker opeten. We zijn weer in Eindhoven na een lange reis. En echt gewoon, de treinen sluiten nu zo slecht aan. We moeten hier bijna 3 kwartier wachten. Omdat de treinen dus nog maar om het uur gaan. Mega vervelend. Ik ben al denk ik ongeveer om 9:30 thuis. En Dennis vroeg of ik nog kwam. Dus ga ik nog naar Dennis toe rijden. Ben ik daar pas om 10:00. Dan heb ik niet meer zoveel aan de avond. En jij, Floortje? Ga je nog op stap? Nee. Nee. Oh, ik ben ook echt best wel moe na zo'n dag. En wat echt heel irritant is, dat de telefoon van Floor leeg is. Oh, wat dikke. Ja, echt. Heel vervelend. Niet schelden in mijn vlogs, hè? Misschien kijken wel kinderen. Echt vervelend. Nee, maar ja, mijn telefoon doet het nog wel, maar ik heb ook nog maar iets van 20%. Dat is echt niet fijn als je geen telefoon meer hebt. Ik wil jullie heel even nog wat foto's laten zien die ik vandaag heb gemaakt. We zitten toch nog 3 kwartier, dus zoals even een Q&A doen. Ja. Dit zijn wat foto's dus die ik heb gemaakt vandaag. Met mijn jasje van Lofty Mender. Echt leuk. Ik heb nooit echt bomberjacks, maar ik vind deze wel leuk. Oh, deze was bij de Corner Bakery. Kun je het nog zien, Flo? Oh, dat eten? Oh, nee. Nee, maar het was wel lekker, hoor. Ja, nou, lijkt net alsof het niet lekker is. Te veel. Oh, wat gebeurt er? Oh, deze vind ik ook heel leuk. Ik heb me even omgekleed, haha. Vlogger live. Om even foto's te maken. Oh, droog, hè? Echt droog. Ik vind dit ook een hele leuke top. En die glitterbroek. Echt mijn favoriet. Dus, dat waren de foto's. Laat even de foto zien. We hadden nog even een fotoboot momentje. Prachtig. We moesten, ook rechts, zo, we moesten per se zo'n bord vasthouden. Rechtsboven sta ik echt top op. Lekker met mijn ogen dicht. Ik ben nu bij Dennis en ik ben best wel moe. Ik ga zo meteen even lekker mijn make-upje eraf halen en even mijn pyjama aandoen. En deze lipstick blijft zo goed zitten. Echt. Ja, je ziet nu wel dat hij een beetje af aan het gaan is. Dus nu ook gewoon 10:00, einde van de dag. Ik ben al, vanochtend als ik had ik ook rond 10:00 de trein. Dus ik heb deze lipstick gewoon echt al 12:00 op. Ik heb hem niet bij hoeven te werken. Hij blijft zo goed zitten. Van Smit & Cult is die. Dit is geen reclame trouwens. Maar gewoon, ik merk dat hij echt goed blijft zitten. Echt top. Maar bij deze ga ik de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie deze vlog wel leuk vonden. Vond je de vlog leuk? Doe dan vooral even je duimpjes omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Dat zou ik heel erg leuk vinden. En dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei, wel trusten.